In ieder geval, op korte termijn gesproken, kunnen we premier Rutte en Hugo de Jonge misschien wel wat eerder weer gaan zien? Ja, want een persconferentie over pas 2 weken is onverantwoord. Dat zeggen bronnen rondom het OMT tegen de ondernemer. Ja, officieel zouden we pas op 3 december weer een persconferentie hebben. Maar zeggen die bronnen dus, er moet al eerder wat gebeuren. Dat zal dan geen officiële persco zijn, hè, want we weten nog niet voldoende over het effect van de coronamaatregelen. Maar er zal wel sprake kunnen zijn van bijvoorbeeld een soort persmoment, een toespraak misschien wel van demissionair premier Rutte. Eigenlijk een soort laatste waarschuwing. Ja, we hoorden het hier net ook al. We zitten inmiddels structureel op code zwart, zo zou je toch eigenlijk wel kunnen zeggen. En de boodschap moet veel duidelijker, zeggen die bronnen. Mensen luisteren nog steeds niet. Ze moeten nu toch echt wel duidelijk gemaakt worden dat er nog maar een hele kleine laatste kans is en dat we anders misschien toch weer in lockdown moeten.